En nu, oeh. Oh nee. Hey, ik ben Wim, jouw Easy Kid coach. Welkom bij de Easy Kid Challenges. Drie topatleten nemen het tegen elkaar op in drie verschillende challenges. Onze atleten zijn Matthias Kassen, Hanne Klaas en Alexander Hendricks. Onze atleten doen dit om ter snelst en ze mogen mijn hulp altijd inschakelen. Let's go! Volgende proef, elektriciteit. We gaan een stopcontact in elkaar steken. Spanning verzekerd. Oei, heel een trick. Dat is gevaarlijk, hè? Het ziet er al veel ingewikkelder uit dan ik gehoopt had. Het is niet helemaal nieuw, maar we zullen zien hoe dat loopt. 3, 2, 1, go! Direct de doos open gedaan met ons materiaal dat daarin zit. Direct in volle snelheid eraan beginnen. Een schot doen. 4 vingers, even de draden juist afknippen. 4 vingers zijn er gekend natuurlijk. We moeten hem alleen oppassen dat hij zijn nagels niet afknipt. Dus rustig bezig, geconcentreerd bezig. En nu, oeh. Dus. Eerste kabel in dat potje. Dat is met de middelste beginnen. Niet te snel willen handelen, je stappen aan het overslagen. Ja, ik denk dat ik iets te snel aan het gaan was en dat ik jou een stap had overgeslagen. Oké. Kabels erin en vergaan. Zo'n gefocuste blik. Nu komen we op het punt van vloeken en tieren. Lang leven de renovatie. Oh nee. Moest dat daar eerst door? Coach, ik heb uw hulp nodig. Moest dat daar eerst door? Ja. Ja. Shit. Maar één manier terug losdraaien en herbeginnen. Ah, oh, nee, fuck. Zo ga ik nu winnen van die mannen. Hè. Gewoon eigenlijk echt een domme fout gemaakt door die eerste kabel daardoor te steken. Ik was dat echt gewoon vergeten. En dan, op het moment dat ik dat daar moest in klikken, besefte ik het pas. Oei. Goed bezig. Ik zit er niet diep genoeg in, denk ik. Dit wordt een recordtijd. Goed bezig. Ik denk dat mijn ogen al van het begin mij in de steek hebben gelaten. Ik heb gewoon twee stukjes fout gekeken op het blad en die zaten de hele tijd allebei fout, waardoor natuurlijk de aansluitingen niet klopten. Beetje duwen. Zou we mijn hulp hier daar nodig hebben? Eens checken. Of zou het te simpel zijn? Bro? Ik wist wat ik moest doen. Het was heel duidelijk uitgelegd en ik kon gewoon gaan. Stap voor stap en de proef netjes afwerken. Ja. Shit, je blauwe is eruit. Oké. Klik. Wil de kracht van toepassen. Gaat je de deur. Klaar. Voilà. Het zou moeten werken. Gewoon eens testen, hè. Oké. Oh. Hier worden toch recordtijdig bevestigd. Ah, shit, dat werkt niet. De stekker steekt niet van de kabel. Wat? Ah, yes. Hij brandt. Op hoop van zegen. Spannend. Let there be light. Top! Zonder hulp. Voilà. Ja, die tweede proef ging eigenlijk verbazend vlot. Ik vond het eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. Het is juist de juiste draden in de juiste plek te steken. Challenge 2. Elektriciteit. Een proef onder hoogspanning. Hier was onze judoka ook weer al de snelste. Matthias verstevigt zijn leidersplaats. Op naar challenge 3.